Beste kijkers, welkom bij mijn wekelijkse BNP Paribas Turbo aanbeveling in samenwerking met de aandeelhouder. En dit keer, 30 september, neem ik u graag mee naar de daggrafiek van Prosus, want daar is een interessante koersontwikkeling gaande. Hier de daggrafiek in beeld en het valt meteen op dat het is gelukt om in tijd van een paar dagen de koers flink op te stomen vanaf 32 zone tot maar liefst de 40 zone aan toe. En dat is een beetje een uitzonderlijk koersritme voor dit fonds. Want normaal gesproken is het rondkabbelen, voortkabbelen rond een beetje de SMA-lijn. Met andere woorden, dit is wel een zeer positieve uitschieter. En dat betekent tevens dat we ons op mogen maken voor een zogenaamd climaxscenario. Op dit moment, as we speak, staat er ruim 39 op het scherm. En dat gaat gepaard met de zoveelste MRI candle. Met andere woorden, de afstand met de gemiddelde lijn is gewoon veel te groot. Dat is een niet gebruikelijk koersbeeld bij Prosus. Tel daarbij op dat afgelopen vrijdag de swingteller op plus 9 stond. Met andere woorden, nu gaan we een neutrale stand zien op de stappenteller, maar wel met een kleine gevulde zwarte candle. En ook nog eens een keertje de RSI, die logischerwijs door deze koersexplosie boven de dynamische overboordlijn staat. Met andere woorden, we hebben gewoon te maken met overspannenheid. En dat mag worden gezien als een opmaat voor een best wel interessante en significante correctie. En daartoe zet ik natuurlijk de FIBO-grid voor u in. En dan kunnen we vaststellen dat er een daling aanstaande lijkt van ruim 6% tot aan 37 en een klein beetje. Misschien wel veel verder naar 35. En daarmee wordt de afstand natuurlijk verkleind richting de gemiddelde lijn. Aan de bovenkant mocht de koers natuurlijk niet boven de 40 kwart uitsteken, want dan gaan we nog wat extra stierenstootjes zien, wat extra stuiptrekkingen. En dat geheel maakt het interessant om toch te gaan denken aan, zoals gezegd, met een turbo-climax scenario, om te gaan denken aan een turbo-short-positie. Je mag in dit soort uitzonderlijke situaties een short-positie optuigen binnen de uptrend, omdat je ervan uitgaat dat er toch wel een redelijke en significante correctie aankomt, waar je dan van kan en wil profiteren. Ik heb voor u geselecteerd de enige turbo short die voorhanden is. De turbo short 46,9 heeft een hefboom van 3,65. Dat past prima bij de risk-reward verhouding. Met andere woorden, short spelers zien hier hun kansen om even gebruik te maken van die overspannenheid. Trendbeleggers die pakken eventjes hun winst en wachten op nieuwe koopkansen op lagere niveaus.